Waarom zijn vissen nu vaker depressief? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hier is hij dan, onze eenzame goudvis. Draait rondjes in zijn kom. En sommigen zeggen, dat is niet zo erg. Die vis kan toch niet langer dan 3 seconden onthouden. Dus tegen dat hij de kom rond is, weet hij al niet meer dat hij daar geweest is. Maar is dat wel zo? Zijn vissen dom? Of zijn er domme en slimme vissen? En hebben vissen gevoelens? Kunnen ze misschien ook een verschillende persoonlijkheid hebben? Die vragen die stellen wij ons bij de onderzoeksgroep Sfeer van de Universiteit Antwerpen. Niet zomaar, maar omdat wij vinden dat gedrag een goede parameter zou zijn om te kijken naar waterkwaliteit. Als we willen weten of de waterkwaliteit in onze beken goed is, dan kunnen we natuurlijk kijken naar hoeveel vissen erin zitten. Groeien ze wel goed? Maar dat duurt natuurlijk een tijdje. We kijken naar hun conditie. Kunnen ze een snelle sprint trekken? Of kunnen ze een lange marathon zwemmen? Maar ook dat is niet zo eenvoudig om te testen. Wat als we nu gewoon naar hun gedrag zouden kunnen kijken om te zien of we een gelukkige of een depressieve vis hebben? Dat zou toch veel eenvoudiger zijn. Maar hoe kan je dat nu doen? Kijken of een vis depressief is. We kunnen het niet aan Blopje vragen, want hij zegt niet veel anders dan Blop. Maar we kunnen wel proberen om te zien of hij zich normaal gedraagt. Een van de dingen die we kunnen testen is, kunnen ze goed leren? Of gaat dat onder bepaalde omstandigheden slechter gaan? Hoe kan je dat doen? Je kan bijvoorbeeld een vis in een labyrint zetten en kijken hoe snel hij zijn voedsel kan vinden. En je kan dat een aantal keer herhalen en zien hoe lang hij kan onthouden waar het voedsel te vinden is. Dat zijn manieren om te testen of het leergedrag van die vissen aangetast zijn of niet. We kunnen ook kijken naar persoonlijkheden. Want inderdaad, net zoals bij de mensen, hebben we dappere, brutalere vissen en ook meer verlegen, teruggetrokken vissen. En dat heeft ook een effect op hoe ze zich voelen in hun omgeving. Hoe kunnen we zoiets testen? Wel, Blopje is hier daarnet in die kom gezet. En ik denk dat het wel meevalt met zijn verlegenheid, want hij is al aardig aan het rondzwemmen. Sommige vissen gaan daar veel langer over doen en andere gaan meteen op verkenning gaan. De brutalere vissen zijn daarom niet altijd degene die het beter doen. Want als ze een beetje overmoedig zijn, dan gaan ze sneller ten prooi vallen aan die roofvis die achter de hoek zit te wachten en die zij niet gezien hebben. En net zoals bij de mensen vinden we inderdaad dat er van die overmoedige macho's zijn die veel actiever zijn, veel meer gaan rondzwemmen, roekeloos gedrag vertonen en ook sneller vergeten waar het gevaar zich bevindt en dus sneller zullen opgegeten worden. Als er zo van die macho's rondlopen, dan zijn er ook altijd bij die de baas willen zijn. En we zien ook bij vissen dat er echt een hiërarchie kan zijn in een groep van vissen, waarbij er één de baas is, iedereen domineert en probeert om al het eten voor zichzelf te houden. En als er zo iemand de baas is, dan is er ook een zwart schaap waar iedereen op zit te pikken. En dat is bij vissen niet anders. En daar kan je het zwart zelfs letterlijk nemen. Want als een vis gestrest is, dan gaat hij vaak veel donkerder worden van kleur en tot bijna zwart toe. Dus ja, inderdaad, vissen kunnen ook stress hebben. En daar kunnen we dus gebruiken om te kijken naar hoe goed zij het hebben en hoe goed de kwaliteit is van het water waarin ze leven. Bijvoorbeeld heel belangrijk in de viskweek of de aquacultuur. Ten eerste, die dominante vissen vermijden, want die zijn agressief en die pikken op de anderen. Maar ook, hoe minder stress, hoe sneller de vis zal groeien. Als we kijken naar stressniveaus, dan denken we ook bijvoorbeeld aan stresshormonen. En denken we aan de werking van onze hersenen. En dan zien we ook dat, net als bij ons, we daar adrenaline tegenkomen als stresshormoon. Als ze langere tijd
gestresseerd zijn, dan gaan we het stresshormoon cortisol terugvinden. Als dat weken aan een stuk aanwezig is, dan gaan we zien dat hun immuunsysteem aangetast wordt en dat ze ziek gaan worden. Of depressief, net zoals bij ons, als je te lang onder een stresserende situatie zit. Dus dat willen we vermijden. Hun hersenen lijken ook heel sterk op die van ons en bestaan uit netwerken van honderdduizenden neuronen. Daarom worden ook vaker en vaker nu vissen als model gebruikt voor bijvoorbeeld geneesmiddelen te testen die op ons eventueel van toepassing kunnen zijn. Die neuronen zijn allemaal kleine zenuwcellen met lange armen, dendrieten, die signalen aan elkaar doorgeven. Als het signaal van de ene cel naar de andere moet gaan, dan is er een klein spleetje dat overbrugd moet worden. En daar wordt het signaal doorgegeven niet door een elektrisch stroompje zoals in de cel, maar door neurotransmitters, stoffen die vrijgesteld worden en een signaal geven aan de volgende cel, waardoor er kleine kanaaltjes opengaan waar ionen kunnen doorstromen. Sommige van die neurotransmitters zal u al van gehoord hebben. Dopamine bijvoorbeeld, het gelukshormoon, dat u een aangenaam gevoel geeft en een bevredigend gevoel nadat er iets goed gegaan is. Serotonine is onder andere betrokken bij het depressief zijn. Dus ook daar heeft u misschien al van gehoord. Een andere belangrijke is GABA of GABA-aminobotersuur. Dat u zenachtig en relax laat voelen. Dat niveau is bij mij nu een beetje te laag, denk ik. Heel belangrijk, als je daar dan een tekort of een verstoring aan hebt, dan kan je bijvoorbeeld overactief worden, overmoedig en slapeloosheid hebben. Of langs de andere kant heel slaperig zijn en passief en ongelukkig zijn. Twee symptomen die je bijvoorbeeld kunt zien bij mensen die iets te veel gedronken hebben. De ene wordt overmoedig en slapeloos, terwijl de andere eerder slaperig en teruggetrokken zal zijn. En zowaar, alcohol tast ook dit GABA-mechanisme aan. Dus allemaal dingen die we ook bij deze vissen terugvinden. Maar laten we terug naar de echte natuur gaan. Vinden we dat daar ook? Wel, de laatste jaren heeft, spijtig genoeg, door de klimaatverandering het Great Barrier Reef heel wat te lijden gehad onder de oplopende temperaturen. De koralen zelf sterven af, zowel door de hitte als door de verzuring van de oceanen. De koraalvisjes leken het echter vrij goed te doen. En men dacht dat zij er weinig last van hebben, totdat men ook naar hun gedrag ging kijken. En daar zag men weer dat overmoedige gedrag, waardoor dat ze te ver wegdwaalden van de koralen en door de roofvissen opgegeten werden. En zowaar, dit bleek te liggen aan deze neurotransmitter GABA, die verstoord was in deze vissen. Als men hen dan een medicijn toediende, GABAzine, dan werd hun gedrag plotseling weer helemaal normaal. Dus echt een onverklaarbaar gedrag op het eerste zicht werd eigenlijk aan één enkele molecule toegewijd. Ook dichter bij ons zien we effecten. Bijvoorbeeld als u in de badkamer geweest bent en het water vloeit door de riolen naar de waterzuivering, dan blijven er altijd een aantal bestanddelen in die niet uit het water kunnen gehaald worden in die waterzuivering. Medicijnen zijn daar een voorbeeld van. En in onze rivieren kan je niet alleen hormonen terugvinden van vrouwen die de pil pakken bijvoorbeeld, maar ook resten van antidepressiva, zoals fluoxetine, wat een onderdeel is van Prozac, of miancerine. Bij ons doen we dan onderzoek naar de gevolgen van deze medicijnresten in het water op het leven in die beken, op die vissen bijvoorbeeld. En dan zien we ook hier dat deze vissen overmoedig werden
en veel meer bovenaan het wateroppervlak gingen zwemmen, waar ze natuurlijk snel weggekaapt werden door de voorbijvliegende vogels. Andere problemen waar we onderzoek naar gedaan hebben, zijn bijvoorbeeld het teveel aan stikstof, nitraten, nitrieten in onze beken. België is daar al een aantal keren voor op de vingers getikt door Europa, dat we daar met te hoge concentraties zitten. Laten we teruggaan naar onze forellen, die een mooie hiërarchie hadden met iemand die dominant en de baas was en ons arme zwart schaap aan de bodem. Dan zagen we bij die hogere stikstofconcentraties dat die agressie van die dominante macho eigenlijk helemaal verdween. En dat hij ook veel minder succesvol was met het vangen van voedsel. Andere visjes bijvoorbeeld. Hij was veel te sloom, hij was niet meer agressief en een beetje depressief. Goed nieuws voor dat zwart schaap, zal u denken. Helaas, zijn niveau van activiteit ging ook nog naar beneden en hij deed zelfs geen moeite meer om aan voedsel te geraken. Misschien een van de redenen waarom er minder soorten aanwezig zijn in sterk vervuilde beken. Dus ja, terug naar ons blopje. Wat moeten we daarvan denken? Wel, ik ben er zeker van dat hij zich veel beter zal voelen in een groter aquarium. Met een beetje plantjes en een beetje afwisseling. Want altijd diezelfde rondjes, dat vindt ook hij niet leuk. Liefst ook geen bollekom zoals deze. Want er kan weinig zuurstof door die smalle opening in het water komen. En het staat niet mooi als je daar een filtertje in moet zetten. Dus een mooie grote bak met een goede filter en misschien enkele vriendjes. En u zal zeker een gelukkiger blopje hebben.